Die ambitie komt uiteindelijk voort uit het klimaatakkoord. Wat we willen is fossiele energie verminderen. We willen in heel Nederland naar 2 miljoen elektrische auto's. Dan hoor je ze dus ook niet meer rijden. Minder uitstoot, dus ook een hoop minder geluidsoverlast. Maar voor die 2 miljoen elektrische auto's hebben we in Nederland dan 400.000 laadpalen nodig. Ook Midden-Delfland moet daaraan bijdragen. Verkeerswethouder Frank ten Haven ziet dat de behoefte aan laadpalen in zijn gemeente toeneemt. Wij merken die behoefte aan het aantal aanvragen. We zien dat die aanvragen de afgelopen 3 jaar ook meer dan zijn verdubbeld. Dat is dus een hartstikke mooi teken. Ik dacht afgelopen jaar een kleine 20 aanvragen die we hebben gehad, maar er moeten er meer worden. Een verviervoudiging van het aantal laadpalen betekent dat de gemeente elk jaar 16 à 17 nieuwe palen moet plaatsen. Maar daar kwam het de afgelopen jaren niet aan, blijkt uit onderzoek van de WOS. Bovendien neemt de tijd van aanvraag tot plaatsing alleen maar toe. Om het proces te versnellen werkt de gemeente nu met een zogenoemd locatieplan. We komen er de afgelopen jaren nog niet aan, maar we zien wel een forse groei. Maar wat vooral belangrijk is, is dat we in het verleden, als er een aanvraag kwam, gingen we kijken waar we die paal moesten plaatsen. We draaien het nu om. We hebben nu van tevoren nagedacht over waar zouden die palen moeten komen. En op het moment dat er een aanvraag komt, weten we dus waar die moet komen. En dat komt altijd binnen 250 meter afstand van een willekeurige woning. Maar op het moment dat dus zo'n aanvraag komt, hoeven we niet meer in overleg met de omgeving of te bedenken waar gaan we hem zetten. Dan weten we, daar komt hij.